Welkom bij deze tutorial van assessment-training.com. In deze tutorial laten wij u de uitleg en werking van syllogismen zien. Nou, voor u ziet u onze website assessment-training.com, waar u eenvoudig alle testen kunt oefenen die u nodig heeft voor het maken van een assessment. Ik heb al een aantal testen gekocht, dus ik ga naar de Mijn Testenpagina, Mijn Account. Vandaag gaat het om de syllogismen. Daarvan heb ik er al twee geoefend, syllogisme 1 en syllogisme 2. Deze staan in het rood weergegeven. Nu ga ik syllogisme 3 oefenen. Wij starten standaard in het testcenter met een korte uitleg over de werking van syllogisme. Syllogisme testen je vermogen om logisch te redeneren en om logische conclusies te trekken. Het oefenen van syllogisme helpt om dit vermogen positief te beïnvloeden en sneller verbanden te zien. Betekent dat u dus veel moet oefenen en veel moet trainen, dan zult u dus eenvoudiger deze verbanden zien en ook sneller deze testen kunnen maken. Het gevolg is dat u een beter resultaat krijgt en u waarschijnlijk eerder de baan krijgt waarvoor u het assessment maakt. Het is ook belangrijk, dat hebben we hier ook weergegeven, dat u met een stopwatch op uw telefoon of horloge nauwkeurig meet hoe lang u doet over het maken van deze test. Omdat u bij een recruiter, werving- en selectiebureau of een potentiële werkgever standaard de assessments op tijd maakt. U heeft dus een bepaalde tijdslimiet. Wanneer u dit dus traint, zult u zien dat uw resultaat in het maken van de testen gaat stijgen. Nou, als ik start met het maken van de vragen van syllogisme 3, ziet u een eenvoudig overzicht met de vraag: welke conclusie kun je met zekerheid trekken op basis van onderstaande beweringen? Geen varkens en honden, alle biggen zijn varkens. En hieronder de mogelijke antwoorden. Er worden bij syllogisme altijd twee stellingen of uitspraken of beweringen gedaan. En het is dan aan u de taak om een verband te leggen en een logische oplossing te kiezen. In dit geval kunt u gaan voor geen biggen zijn honden. En doorgaan naar de volgende vraag. Op onze website krijgt u aan het eind van het maken van de test krijgt u een overzicht te zien van de antwoorden en de vragen welke u goed of fout heeft gemaakt met daarbij de uitleg. Zoals u ziet volgt daar heel snel weer een nieuwe vraag op. Het is aan u om dus veel te oefenen, veel te trainen en daarmee zult u zien dat u een goed resultaat krijgt. Wij wensen u veel succes met het maken van uw assessment.